10 jaar geleden heb ik een psychose gehad. Dat wil zeggen dat ik dingen dacht die ik die niet konden, zoals bloemen op de mat tot leven brengen met zonnecrème. Ik belandde in de psychiatrische kliniek van Kortenberg. Ik sukkelde hier in een zware depressie. Ik voelde me slecht, mislukt als mens, gehandicapt. Bang om anderen in een psychose te kwetsen of misschien zelfs onopzettelijk te doden. En de gedachte dat dat risico, hoe klein ook, er was, was ondraaglijk voor mij. Ik wilde dood en vroeg aan de dokter om euthanasie. Gelukkig kwamen Chris en Rita, die straks gaan arriveren, mij wekelijks bezoeken en gaven mij een klein boekje. God heeft een plan voor u. Hierin stond één belangrijke Bijbelvers van Psalm 139. Je bent wonderbaarlijk gemaakt. Op slag werd ik uit mijn diepe put naar omhoog getrokken. En als dit waar was, en God liegt nooit, dan was ik helemaal niet mismaakt, maar een wonder door God gemaakt. En hij zou mij beschermen bij een eventuele volgende psychose. Op slag had ik geen depressie meer en zag ik dat God meerdere wonderen in mijn leven gedaan had. Mijn eigen bestaan, een schat van een man, lieve familie, fijne vrienden, een mooi huis, een toffe job. Intussen heeft God ons ook gezegend met een lieve dochter. Het lied dat ik gekozen heb gaat over de strijd tussen God en de tegenstander en het gevoel dat ik daarover had. Het flesje is het gif van de dood, maar godzijdank gaf ik mij over aan het licht en het leven. Ja. Thank you.